Goedemorgen, u kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. In het noordoosten van het land schijnt de zon al snel volop. Daar is bijna geen bewolking aanwezig. In de rest van het land iets meer wolken en vooral in het zuidoosten vallen een paar buien. Maar ook in Noord-Holland kan aan het begin van de ochtend nog een enkele bui voorbij trekken. Daarna klaart het ook daarop en breekt de zon door. Temperaturen in de middag tussen de 24 graden langs de kust en 27 graden landinwaarts. Op veel plaatsen veel zon, maar in het zuidoosten kans op stevige regen en onweersbuien. En dat blijft tot het begin van de avond. Daarna doven ook daar de buien uit... En is het overal droog met brede opklaringen en nog een beetje zon tot die ondergaat. In de avondtemperatuur rond 23 graden, in de nacht koelt het verder af. Dan morgen een beetje een wisselende dag met zonnige momenten, maar er trekt ook een zwakke storing over en daaruit kan een enkele bui tevoorschijn komen. 20 graden vlak bij zee, 23 graden in het binnenland. Donderdag meest droog weer op een enkel lokaal buitje in het binnenland na. Hetzelfde geldt voor de vrijdag, maar zaterdag neemt de kans op buien weer toe. In de tussentijd loopt ook het kwik weer wat op. Zaterdag is het 22 tot 25 graden. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl